Hallo iedereen, zoals jullie zien, nog altijd in lockdown natuurlijk. Nu, een tijdje geleden ging ik langs bij Homar. En Homar, dat is een project dat gesteund wordt door alle spelers van de Nationale Loterij. En daar ontmoette ik Mirlinda. Hallo, ik ben Hallo. Julie. Hoe ben jij hier eigenlijk terechtgekomen? Ik heb gewoon zoiets meegemaakt met een vriendin die ik had leren kennen. Uiteindelijk heeft ze mij gecatfished. Hoe voelde jij je toen? Mijn vertrouwen in mensen was gewoon helemaal weg. En toen ik hier was, kon ik daar echt over vertellen. En wat hebben ze dan hier bij Homar kunnen doen voor u? Ik heb dan hier nog muziektherapie gevolgd met Marieke. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het vandaag is bij Homar en of zij nu ook jongeren kunnen helpen en steunen. Dus we gaan ze videocallen. Alright. Dag Marieke. Hallo. Dag Julie. Zeg, hoe is het daar? Jij bent precies in Homar? Ja, vandaag ben ik in Homar, maar ik moet zeggen, het is hier al heel stil geweest. Normaal gezien doen we hier een groepswerking, maar omwille van de social distancing is dat nu inderdaad niet mogelijk. We bieden eigenlijk de mogelijkheid aan de jongeren om online bij ons terecht te kunnen, dus om online videocalling te doen. Maar we bieden ook voor de jongeren waar dat niet lukt, eigenlijk een individuele begeleiding in huis aan nu, sinds deze week. Ah ja, dus de deur is wel open, Marieke. Ja, de deur is terug open, zij het wel heel beperkt en met alle maatregelen in acht nemende. Is het een moeilijke tijd voor jongeren, Marieke? Ja, ik denk het wel. Jongeren voelen zich toch nog depressiever dan anders. Er zijn ook veel meer jongeren die zich depressief voelen. Goed dat ze dan bij jullie nog terecht kunnen. Zeg je, Marieke, ben jij daar nu helemaal alleen? Momenteel ben ik niet helemaal alleen. Er is één meisje, Jolien, in huis voor een gesprek bij onze psycholoog. Voilà. Hey, dag Jolien. Hey. Zeg, hoe is het? Ja, nu met die coronamaatregelen zit je een beetje geïsoleerd en ja, dan voel je wel wat alleen. Ik sukkel eigenlijk al toch een 2-3 jaar met mezelf, onzekerheden, mij slecht voelen. En dan heb ik toch de optie gevonden om bij Homar terecht te kunnen gaan. Goed dat in deze tijden dat je nog terecht kan eigenlijk. Hè? Inderdaad. Moest ik hun niet gehad hebben, ik denk dat ik echt wel in een put zou vallen, eerlijk gezegd. Wat doen jullie daar nu dan allemaal? Nu doen we eigenlijk individuele gesprekken, muziek, beeldende dingen. Ik ben al heel blij dat we kunnen langskomen individueel en hulp krijgen van Homar. Dus ik ben hun daar ook ontzettend dankbaar voor. Het is toch mooi om te horen, hè Marieke? Ja, maar we willen ook jullie in de eerste plaats bedanken, alle spelers van de Nationale Loterij. Want dankzij hun steun kunnen we ook die begeleidingen allemaal gratis aanbieden. Super tof om te horen. Ik wens jullie daar echt nog heel veel succes. Zeg meisjes, stay safe there. Hè? Okay, zeker en vast, oké. Dag. Salut.